De tour heet de Not a Fairy Tale Tour, naar aanleiding van de CD Not a Fairy Tale. Dat is ontstaan vanuit comments die je leest op Facebookpagina's, dingen die je hoort in talkshows op televisie, dat een beetje belachelijk wordt gedaan over Jezus. Van ja, dat is een sprookje, weet je wel. Van, hebben we het toch wel gehad met elkaar, daar zijn we toch wel overheen gegroeid met elkaar. En we weten inmiddels al beter in onze verlichte westerse samenleving. Nou ja, dat irriteert me soms. Dan denk ik, ja, nee. Ik geloof dat Jezus echt is en dat hij leeft. Dat hij leeft voor iedereen. En dat hij een antwoord is ook voor iedereen. En dat hij iedereen hoop kan geven, iedereen leven kan geven. En dus wat ik ook hoop met die tour, is dat we Jezus kunnen introduceren bij zoveel mogelijk mensen. En het liefst bij mensen die hem nog niet kennen, of hem een beetje kennen, of nog aan het zoeken zijn met hun geloof. Dat lijkt me te gek, omdat ik geloof echt dat hij echt is. En dat dat soort avonden echt kunnen helpen om iets van Jezus te ontdekken, iets van hem te zien van wow, wacht even, het is echt waar. Ik wil gewoon met mijn muziek, met het programma, met het verhaal, met de hele productie eigenlijk mensen meenemen, mensen helpen te zien wie Jezus is. En ik kan ze niet toe dwingen, ik kan ze ook zelf niet ervan overtuigen, dat moet Jezus ook zelf doen. Maar ik wil vooral een plek creëren waarin mensen de mogelijkheid hebben om Jezus te ontmoeten. Ik zie zoveel doelloosheid om me heen, zoveel zinloosheid. Mensen doen maar wat, hebben geen idee. Gaan we dan maar achter geld aan. Gaan dan maar achter, mooi huis, auto, familie, wat dan ook. Terwijl uiteindelijk leidt dat nergens toe, denk ik. En geeft dat nooit echt een vervulling. En een rust ook. En Jezus wel. Jezus geeft een doel aan je leven, geeft richting aan je leven. En geeft ook vrede, geeft rust. In alle onrust die er zoveel is. Ik ben heel blij dat Alpha Youth meegaat. Een geweldig mooie club die eigenlijk ook het hart hebben om mensen te introduceren bij Jezus. Iets te vertellen over wie Jezus is. Gewoon een aantal avonden uitleggen, weet je wel, van dit is het christelijk geloof. En dus ik hoop ook, weet je wel, dat die concertavond een moment kan zijn in zo'n Alpha-traject, in zo'n Alpha Youth-traject, waarin mensen mede kunnen ontdekken wie Jezus is. En ik voel wel helemaal het hart van Alpha hierachter en ik vind het echt te gek dat zij meegaan. Waarmee we ze ook hopelijk mensen een follow-up kunnen aanbieden. Van wil je meer weten, wil je meer ontdekken? Ja, ga dan Alpha Youth doen. De beste plek.